Je zou zeggen dat een stad waar je bent geboren, ja, die ken je goed. Maar is dat wel zo? Ken ik de geschiedenis van Delft? Dat ga ik de komende weken uitzoeken. En ik begin die zoektocht na 367 treden op de toren van de Nieuwe Kerk. Wat een uitzicht. Het stadhuis en de oude Jan. En hier beneden is het vandaag markt, op de markt. Waarschijnlijk de plek waar Delft ooit is ontstaan, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. En dat is dan ook gelijk maar de vraag voor vandaag. Wanneer is de stad Delft ontstaan? En hoe is hij gegroeid door de eeuwen heen? Vragen ga ik naar het depot van het Stadsarchief. Hier liggen oude kaarten van Delft en andere documenten die mij het verhaal van de stad kunnen vertellen. Hey Gerrit. Nou, het gek dat ik hier vandaag mag zijn, het prachtige depot, want als ik alles van Delft wil weten, dan... Dan ben je hier op de goede plek. Precies. Hey, als we het over hebben over de groei, waar is de stad Delft nou precies ontstaan? Nou, dan moeten we zo'n 1000 jaar terug in de geschiedenis. En dan zie je hier het gebied van Delftland. Dit is een kaart van rond 1600, reproductie. En hierop kun je zien dat Delft, dat is dat rode vlekje hier, in een compleet groene omgeving ligt. Dat zijn weilanden. Dus Delft is ontstaan in een agrarische omgeving. En de volgende vraag is dan, hoe groeide die stad nou? Nou, dan moet ik even een andere kaart pakken. Kijk, dat is deze kaart. Dat is een kaart uit de 17e eeuw. En hierop kun je de vorm van de stad zien zoals die was sinds de middeleeuwen en eigenlijk tot de 19e eeuw is gebleven. Dan heb je hier de oude Delft en parallel daaraan wat toen heette de nieuwe Delft. En hier aan de westkant van de oude Delft ontstond in de 12e eeuw de eerste nederzetting. Boerderijen en adellijke versterkte woningen. En parallel daaraan, langs de nieuwe Delft, ontstond de nieuwe nederzetting. En daar wonen kooplieden, handelaren, ambachtslieden. En denk dan aan lakenwevers, denk aan schoenmakers, denk aan smeden, bierbrouwers, niet te vergeten. Nou, wat in de stad geproduceerd wordt, moet worden verkocht. Aan mensen van het platteland bijvoorbeeld, want die hebben ook gereedschap en kleding en bier nodig. En omgekeerd, mensen van het platteland willen hun producten kwijt. Denk aan hun kaas, hun boter, hun vlees, hun groenten, hun fruit. En waar vinden die mensen elkaar? Ja, op de markt natuurlijk. Op de markt. En die hebben we hier in het midden van de stad. En hier op die markt. Daar bouwt de graaf van Holland, die het voor het zeggen heeft in dit gebied. Die bouwt daar het administratieve centrum, het bestuurlijke centrum. En dat is die grote machtige toren die je nog altijd kunt zien aan de achterkant van het stadhuis. Terug naar de markt dus. Maar eerst ga ik langs de oude Delft, aan de voet van de oude kerk. Hier stonden in de 12e eeuw op de westoever al boerderijen, waarvan sommige bewoond werden door adellijke lieden. Dat weten we dankzij een spectaculaire archeologische vondst. Voor een prachtig beeld. Ja, ja, mooi. Hè? Dit is nou een dakruiter. Hey, we staan hier voor het Hoogheemraadschap van Delftland aan de Oude Delft. Een van de oudste stukjes van Delft. En hier is in de jaren 80 achter een parkeergarage gegraven. En ja, als archeologen hebben we daar onderzoek gedaan. En daar komt dit geweldige ding vandaan. Een ruiter te paard. Ja, een beeld van een ruiter te paard. Duidelijk iets wat voorbehouden was aan de adel. Je moet je voorstellen dat Delft in die tijd echt een zee van houten hutjes was. Nog niet echt een stad. Maar er woonden hier dus al adellijke lieden. En daar is dit een voorbeeld van. Echt een toernooiridder. En dit is een onderdeel geweest dat aan de gevel van het huis heeft gezeten. Bovenop de nok van het dak. Okay. Zodat iedereen die langsliep duidelijk kon zien. Nou, hier woont een heer van stand. Normaal staat dit prachtige object natuurlijk achter slot en grendel in een vitrine. En kan niet iedereen het zien. Maar niet veel Delftenaren weten dat er ook een reconstructie daarbovenop staat. Waarbij je goed kan zien hoe die er ongeveer uit moet hebben gezien. Ja, in die 13e eeuw. Met zijn lans en zijn pothelm erop. Dus dit bewijst eigenlijk dat hier adel woonde? Ja,
Dat waren de grootgrondbezitters. Die hadden dus de landerijen buiten de stad, waar de boeren woonden en hun producten maakten. Ja, en die brachten ze hier naar de markt om te verkopen. Acht eeuwen lang, op dezelfde dag, op dezelfde plek, de markt van Delft. De middeleeuwse markt vormt dus het startpunt van mijn stad. De wekelijkse bijeenkomst van regionale handelaren op deze plek maakte het verschil met de andere nederzettingen in de buurt. Dat bleven uiteindelijk dorpen. Maar Delft werd een echte stad. Het werd zelfs het regionale machtscentrum van de stadsheer, de Graaf van Holland. En die liet zien hoe machtig hij was door deze kolossale toren te laten bouwen. Deze stamt uit de 13e eeuw, de periode waarin Delft stadsrecht kreeg. Hij is nog altijd onderdeel van het stadhuis. Maar de handel kwam niet alleen van de boeren. In de stad wordt ook van alles geproduceerd. Dat kun je in het centrum nog steeds zien aan de straatnamen. Hier aan de Volderschracht bijvoorbeeld stampten de Volders lakens met zeep, aarde en urine om het te laten vervilten, om de vezels dichter te maken. En hier aan de Verversdijk werd het laken geverfd. Deze activiteiten zorgden voor smerig water. Daarom zaten deze ambachten aan de rand van de stad. De hoofdgrachten moesten namelijk schoon blijven, want daar zaten de bierbrouwerijen. Hey Sander. Hi, goedemiddag. Iets voor je inschenken. Het is middag, dus doe maar een alcoholvrij biertje. Alcoholvrij biertje, oké. Okay. Dat hebben we van de tap. Voilà. Het ziet er echt heel goed uit. Proost. Smaakt die? Het is heerlijk. Fijn, goed zo. We brouwen hier weer op een plek waarin de middeleeuwen ook al werd gebrouwen. En dat heeft zich zo ontwikkeld dat hier in 1600 ruim 200 brouwerijen waren. Delft stond ook echt bekend om het bier. Het was altijd laag alcoholisch, maar wel heel goed van smaak. En doordat het ook gebrouwen werd, werd het water eigenlijk ook drinkbaar. Delft is er groot mee geworden. Delft stond erom bekend dat eigenlijk alle bieren die hier vandaan kwamen dus goed waren, veilig waren. En zo ontwikkelde Delft zich echt als bierstad. En wij brouwen hier weer sinds 2019. Tijdens de verbouwing in 2018 stuiten wij op deze twee kelders. Het achterste uit de 14e eeuw en de voorste uit de 15e eeuw. Die hebben we eigenlijk helemaal met de hand uitgegraven. Dus we emmertje voor emmertje zijn we daar naar beneden gegaan en hebben we hem leeggehaald. En na onderzoek van Archeologie Delft bleek ook dat het een functie heeft gehad voor een brouwerij die hier op het plein heeft gestaan. En dat was voor ons storytelling ten top. Wij wilden hier weer gaan brouwen en met dit verhaal erbij moest dat wel gaan slagen. Tijdens de 80-jarige oorlog hield het ineens op. Het was klaar. Het grootste afzetgebied van de Delftse bieren was Brabant, Zeeland en Vlaanderen. Maar dat gebied was bezet door de Spanjaarden. Dus doordat het gebied bezet was, de bieren er niet meer naartoe konden, moesten mensen eigenlijk op zoek naar een andere bron van inkomsten. De 80-jarige oorlog betekende dus het einde van de bloeiende bierbrouwerijsector van Delft. Maar bood tegelijkertijd nieuwe kansen. De stad lag het grootste deel van de strijd achter de linies. En dus konden hier de wapens en munitie veilig opgeslagen worden. Dat leverde geld op en dus werden er opslagplaatsen gebouwd. Bijvoorbeeld dit speciaal gebouwde magazijn hier aan het Oude Delft, het Armamentarium. En ik denk dat heel veel mensen het nog wel kennen als het voormalige legermuseum.
In diezelfde periode profiteerde de stad trouwens ook van de oprichting van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Delft kreeg namelijk één van de 6 zogenoemde kamers. Tegenover het armamentarium aan de Oude Delft vind je nog steeds het Oost-Indisch Huis. En door die VOC groeit die stad. We zitten in de Gouden Eeuw, dus er komen steeds meer arbeiders. Er zijn zeelieden die vanuit Delft vertrekken. Er wordt handel overgeslagen in Delft. En dat betekent dat er steeds meer inwoners komen. Op een bepaald moment in die 17e eeuw wonen er binnen de middeleeuwse muren 25.000 mensen. Nu wonen er ruim 5.000. Kan je nagaan hoe vol dat was. En wat men wel doet om daar binnen die muren ruimte te krijgen, is een aantal functies die heel veel ruimte vragen buiten de stad plaatsen. En dan moet je denken aan de houttuinen. Die kwamen hier, langs de Westvest, waar nu het station is. En de houttuinen, dat waren opslagplaatsen voor hout van de houthandelaren, voor de aannemers, voor de timmerlieden. Die konden daar hun hout halen. Nou, je ziet het hier. Hele grote schuren met hout dat daar lag te drogen. Dat neemt veel ruimte in. En daarachter, daar lagen de lakenramen. Die zie je hier. En dat waren grote rekken waarop de lakens te drogen werden gehangen nadat ze in Delft waren geweven, gewassen. En daardoor passen al die mensen in die stad. Die is een beetje van elastiek, zou je kunnen zeggen. Dat noemen we stadsverdichting tegenwoordig. Ja, precies. Maar wanneer breidt die stad zich dan wel uit? Want die 25.000 vind ik op zich best veel. Dat is heel erg veel. Dat moet heel vol geweest zijn. Maar dat gebeurde pas in de 19e eeuw, in de tijd van de industrialisatie, toen er heel veel bedrijven zich rond Delft vestigden. En daar heb ik ook een kaart van. Kijk, dit is Delft rond 1900. En dan zien we een paar grote bedrijven. We zien hier de gist- en spiritusfabriek. En we zien Calvé. Nou, je kent ze. En we zien hier langs de Schie ook de eerste bedrijven ontstaan. Nou, die bedrijven die hebben arbeiders nodig. En die arbeiders komen van heinde en verre. Die moeten ergens wonen. Dat past niet meer allemaal in die oude binnenstad. En dus krijgen we de eerste buitenwijken. En op deze kaart kun je heel mooi zien waar de eerste wijk ligt. Dat is hier, achter het station, langs de Buitenwatersloot. Dat is het Westerkwartier. Je zou er wel goed zitten. Bij mij staat hij goed zo. Bij mij inderdaad. Okay, nou. Dat Westerkwartier en latere stadsuitbreidingen ga ik op de fiets bekijken. En dat doe ik samen met Taco Posma, de stadsbouwmeester van Delft. Taco, volgens mij de juiste plek om te beginnen, want hier was ooit de stadswal, toch? Dat klopt. Dit was heel lang de stadswal van de stad, van Delft. In de 19e eeuw is die gesloopt. En eigenlijk zijn toen bijna alle poorten gesloopt, behalve de Oostpoort. En deze molen is blijven staan. Dus dit is een heel mooie plek om te zien hoe de oude stad overgaat in de 19e eeuwse stad die aan de overkant van de straat ligt. Een van de eerste 19e eeuwse wijkjes is dus het Westerkwartier, iets ten westen van station Delft. De toenmalige gemeentearchitect dicteerde in 1878 een stratenplan in de polder. En vervolgens konden projectontwikkelaars hun gang gaan met de bouw van voornamelijk arbeidershuisjes. Kijk, hier kan je zien dat het Westerkwartier gebouwd is voor de woningwet. En dat betekent eigenlijk dat het vooral gebeurde door kleine aannemers die als projectontwikkelaar steeds een stukje straat bouwden. Een paar huizen naast elkaar hetzelfde en dan weer een paar andere. Voor de verkoop, hier zijn eigenlijk vooral wat we dan noemden speculatiewoningen gebouwd. Dus die werden gebouwd en vervolgens verkocht. En dus ook met zoveel mogelijk achtertuin, wat er heel weinig was hoor. Maar dus helemaal geen voortuin. In de jaren 70 was het daardoor ook best wel een verpauperde buurt. Maar daar is door stadsvernieuwing het een en ander aan veranderd. En nu is het eigenlijk best een hippe buurt geworden. Waar mensen ook samen echt wat van de straat maken. Een hele andere, maar wel een hele typische Delftse wijk is de Wippolder, van na de woningwet.
Ondanks de verscheidenheid aan woningen werd deze wijk wel helemaal van tevoren bedacht en uitgetekend. Hier chique woningen voor de professoren van de voorlopers van de TU en voor fabrieksdirecteuren. En er staan grote, vrijstaande huizen met uitgestrekte tuinen. Hier zijn we aan de andere kant van de Wippolder. En dit is echt een volkshuisvesting, bedoeld voor de gezinnen die uit die veel te kleine arbeidershuisjes kwamen. Bedoeld om de mensen te leren om met de nieuwe hygiëneregels een gezond leven te leiden. Dus mensen die uit die Westerkwartier, uit de kleine krotten kwamen, die hadden hier een iets breder huis met een echte tuin waar ze zelf hun groenten konden kweken. En woonden mooi rondom een groenplein, wat geordender dan het Westerkwartier waar we net waren, zou je kunnen zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog groeide Delft wederom explosief. Grote bedrijven hadden opnieuw arbeiders nodig en de TU trok enorm veel studenten aan. Delft kreeg een primeur, de eerste hoogbouwwijk van Nederland. Poptehof was op dat moment de dichtstbebouwde vierkante kilometer van het land. In heel Nederland werden wederopbouwflats gebouwd, maar dit was de eerste wijk waar de Delftse professoren die ook zich met de stad mochten bemoeien, echt een wijk maakte die bestond uit verschillende vormen van hoogbouw en laagbouw door elkaar. Die omgeven door brede wegen ruimte boden voor heel veel mensen op heel weinig ruimte. En toch met heel veel groen ertussen. En daardoor ook in die tijd best geliefd. In Delft-West zijn natuurlijk heel veel van die flatwijken gemaakt. En uiteindelijk verandert de mening daarover ook weer. Dus dan wordt het in de jaren 70-80 wordt Tandhof gemaakt. En Tandhof bestaat weer uit veel meer gezinswoningen. En dat noemen we wel eens een bloemkoolwijk, omdat er heel veel slingerende straatjes zijn die uiteindelijk ook vaak in noodlopende straat eindigen. Best mooi wonen hoor hier. Ja, dat is te gek. Gezellig. Sommige mensen zeggen tuttig. Dat is weer een hele nieuwe sfeer om te wonen. En zo breidde de stad zich decennia lang langzaam uit. Met nieuwe, steeds weer eigentijdse woonwijken. En gebouwd wordt er nog steeds. Maar echte uitbreidingen zitten er tegenwoordig niet meer in. De grenzen zijn bereikt. De stad kan niet meer verder buiten de grenzen groeien. Want het enige land wat Delft nog heeft is beschermd groengebied. En terecht, want het is hartstikke mooi. Dus alle woningbouw die nu nog gemaakt wordt, moet binnen de stadsgrenzen gemaakt worden. En Nieuw-Delft is daar een heel mooi voorbeeld van. Eigenlijk ontstaan naar aanleiding van het ondergronds brengen van het spoorviaduct. Is hier de kans om de binnenstad en de westelijke wijken aan elkaar te verbinden. En dat gebeurt met grotere en kleinere ontwikkelingen. Heel leuk dat er hier ruimte is voor projectontwikkelaars die dingen maken in wat grotere hoeveelheden. Maar ook ruimte voor mensen die hun eigen huis bouwen. Bijvoorbeeld dat leuke groene huis. Of mensen die samen in een groep een appartementengebouw maken waar ze met elkaar in gaan wonen. Zoals aan de overkant die ietsje grotere uitgevallen grachtenpanden. En hier heet het niet voor niks de Nieuwe Gracht. Maar dit is een stuk stad wat helemaal nieuw is, maar wat ook heel erg bij Delft hoort. En dat is denk ik iets om heel trots op te zijn. Maar ook hier loopt het inmiddels vol. En dus denkt Delft alweer na over het volgende project. Iets verder de stad weer uit. De Schie-oevers. Projectontwikkelaars hebben deze enorme fabriek gekocht en die wordt veranderd in een woon- en werkwijk. Dus daar proberen we wonen en werken te combineren. En voor de gemeente is dat een enorme kans, want dan kunnen we de weg die hier nu ligt tegen het spoor aanleggen. En kan dus in de toekomst het oude trekpad langs de Schie weer hersteld worden. En fiets je eigenlijk weer door het groen naar het kruithuis waar we net langs gefietst zijn. Nou, Taco, die stad blijft groeien, maar dan wel binnen zijn grenzen, begrijp ik. En ik ben echt benieuwd hoe dat er een paar jaar uitziet hier. Ja, ik ook. Ik kan me voorstellen. Hey, kom, we gaan die fiets terugbrengen. Heel goed. Jij gaat voor. Oké.
Gerard Wijten op het graven was daar. Ja, precies. Hi. Nou Gerrit, ik ben vandaag die hele stad die ben ik doorgegaan met de fiets. En ja, van de middeleeuwen tot nu, je kunt wel echt duidelijk zien die groei van Delft. Dat, ja, dat zie je. Ja, dat zie je. En jij hebt nu de geschiedenis van de stad Delft eigenlijk ondervonden door er doorheen te fietsen. Die geschiedenis begint in 1246, tenminste de geschiedenis van Delft als stad. En dan zou je denken, is dat echt het begin? Nee, dat is het niet. Want ook daarvoor woonden hier al mensen. En dat vinden we niet in het archief. Dat vinden we onder de grond. Dat doen de archeologen en daarom heb ik onze stadsarcheoloog Steven Jongma uitgenodigd om jou daar eens iets over te vertellen. Okay. Steven, kom erbij. Ben benieuwd. Ja, want op die schieroevers waar je bent geweest, daar is in de jaren 80 ook al een keer een ontwikkeling geweest. Daar is een oude fabriek braad plat gegooid en daar hebben ze huizen gebouwd. En bij archeologisch onderzoek hebben we daar in de bodem sporen van wel 1000 jaar voor het stadsrecht gevonden. 1000 jaar, dus we hebben het dan over Romeinen eigenlijk. Over Romeinen, ja. En daar heb ik eigenlijk het mooiste voorbeeld wat we hebben van meegenomen. En dat is dit theatermasker van 1000 jaar geleden. 1000 jaar voordat er stadsrecht was. Ik pak deze even bij. Dit is de reconstructie, neem ik aan. Van ja, wat? Dat is om te illustreren hoe het eruit moet hebben gezien. Maar dit is dus een 2000 jaar oud Romeins theatermasker dat uit de bodem van Delft komt. Een mooier voorbeeld om te laten zien dat er al 1000 jaar voordat er stadsrecht was, bewoning was, kan ik bijna niet verzinnen. Jongens, ik heb echt zo'n te gekke dag vandaag gehad. Het is echt heel erg bedankt dat jullie het allemaal hebben mogen zien. En ik weet er weer heel wat meer van Delft. Morgen. Morgen. Volgende week laat ik me in de boot nemen. We varen dan naar de oude haven van Delft.